dagen hielden om deelnemers te vinden, acteurs. De zogenaamde oriëntatie- of selectiedagen, of zo noemden we dat. En toen zijn we begonnen met Excalibur. En Geek, hoe vind jij het om voor de camera's te verschijnen? Ik vind het leuk. Ja? En vind je ook wel leuk om beroemd te worden? Ja. Je zou vaak ook wel op tv willen verschijnen. Ja. Dan wil ik dat worden, ja. Nou, dan gaan we eerst eens een keer een screentest doen, hè? Ja. Nou, daar komt-ie. Uber, uber, hap, hap, hap. Uber, uber, hap, hap, hap. Hup, Hollands, hup. Laat ze niet in de veld slaan. Tjumma, 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 tjumma. Zo, schrijf ik nog. Als je wakker wordt, dan kijk je door die om. Wij zijn twee vrienden. Jij en tot ik. Tot de laatste snik. Tot de laatste snik. Boom. Nou, het was een verhaal van Helmut Woudenberg. Over die koning die had een vreselijke jeuk. En die paleis werd in brand gestoken. Een koning en een koningin. Je hebt een kasteel. Die kasteel in de fik. Rood van Stekenburg, die speelt de koning natuurlijk. Wat doe je? Wat doe je nu? Nou is de hond eraf. Ik ben Emilia. Een doofstomme schildwacht en een blinde huishoudster. Wat doe je zo? Is daar iemand? Zoals je ziet. Ik zie niks, ik ben blind. Oh, er is een blinde vrouw. Wij zijn uitgekomen door besloten in Gosna. Die moeten wij proberen om in slaap te brengen. En het is ons gelukt. Van Napels natuurlijk, hè. Dus dat is een van de Italiaanse toneelstukken. Dat wou ik al spelen toen ik klein was. Met je korte staartje en je korte pootjes. Ik zal aan het spit rijden. Nee. Zou je die wel willen hebben als knuffel? Nee. Nee? Niet gewoon gezellig in nee. Je bed? Nee. Wauw! Die kleine. Heb je hem? Heel mooi. Ja, leuk hè? Schitterend. Wie wilde een milkshake? Krokodillen. Pingwings. Er zijn nog giraffen. Neem mee? Oh jeetje. Als je zoveel aan anderen geeft, mag je ook wat terugverwachten. PGGM weet wat je waard bent. Producties weet ik wel, want we hebben gewoon Arthur gedaan in... Dat weet ik wel, koning Arthur in België. Toen nog met Freya en met Simone, weet ik nog wel in België. Arthur! En iedereen
iedereen mag wijn drinken aan de van de tafel. En jullie mogen ook een prachtige, mooie, schone jongvrouwen uitkiezen. Naar je toe, jullie halen de rest van de ronde tafel. Ik heb mooi, ben disjockey geweest. Ik vond het hartstikke leuk op de camping. Ik hoop dat ik volgend jaar weer terug mag komen op deze camping. Dank u. Ik wil iedereen ook hartelijk bedanken voor die prettige week in de Belgische Ardennen. Zeker met mijn weer. Dat is het helemaal leuk. Was zeker op die loopbrug voor het leukste wat er is. Als we het over moesten doen, dan zal ik gewoon Arthur weer willen doen. Met Quinnefer. Ik vond het heel machtig dat ik die draak was. Zowel als ik die draak was, was ik in gevecht met de Lancelot. Dus en die had mij toch beslagen met stokken en zwaarden. Ja! Valk, Valk, ik ben ziek. Ik ben ziek. Ik bedoel, hij is ziek. De koning is ziek. Ik ga dood. Ik ga gauw dood. Hij gaat gauw dood. Ik, de lieve koning, laten zien waar zo'n Arthur. Ik wil u de nieuwe koning laten zien. Mijn zoon Arthur. Arthur Klein is bij Marlijn. Hè? Zo eens groot koning zijn. Koning zijn in je helmwagen. Ik zal voor Engeland zorgen, majesteit, totdat uw zoon oud genoeg zal zijn. Ik vind het juist leuk met de kranten. Echt gezellig. Dus kranten te dansen vind ik liever heel mooi. En te dansen vind ik leuker. Met de benen, met mijn arm, weer gaan is.
Toen daarna kreeg ik een rol in rare snuiters met een heleboel dieren. Ja? Ben je nou al beroemd? Ja? Hoezo? Gewoon? Ik zeg het tijd om een miljoen. Ik zeg het tijd, de grote tijd. Miljoen. Ik ben een verzand. En ik moet daar in die vogelpersoon induiken om die vogel juist na te doen in het spelen van die rol van de verzand. En dat vind ik echt wel leuk. Wat een lekker dier, hè. Ik zie je staan, fluister je naam en zing. Kusten de minnaars elkaar vol vuur. De graaf fluisterde. O, schone maagd, ik moet je wat vertellen. Ik word helemaal gek van die rode leeuw. Hamsterwangetjes, vleermuis op de barbecue. Vleermuis op de barbecue? Hartstikke goed. Dag Koos. Dag Koos. Tot dinsdag. Simplicity,
En toen daarna, plein 23 hadden we een keer gedaan. Dan was ik zangering, zong ik voor de spiegel. Met een mooie groene gilet aan. De mens gebruikt zijn kop, dat is het waarop hij bouwt. Maar het blijkt steeds dat zijn kop alleen een luis in leven houdt. En maken nog mensen wij plan geen doen ze beide niet. Brecht was een Duitse schrijver. Met een klein brilletje op zijn neus. Hij is nu 101 jaar geworden. Ja. Hij heeft een verleden gehad. Zoals de oorlogstrama's. Honderden woorden. Duizend. Honderdduizenden woorden. Duizend mij. Dronken word ik. Van woorden. Maar je mag ietsje langzamer. En je mag op een gegeven moment door, ja, naar zijn nek. En dan heel zachtjes langs zijn nek. Heel zachtjes naar beneden. Don't be stupid, be a smarty. Come and join the Nazi party. Ik steek de neus in de wolken en ik ben in de aarde, want ik ben geboren onder de buik van mijn eigen moeder. Predestinatie. Kan ik, hè? Doe wat. Weer komen. Wakker. Wat je bent zei. Zeker. Luister. De bedoeling is, en dat is het zo sinds de mensen dat gat daar onder hun gezicht open doen en geluiden maken, hè? Dat als ik wat zeg, jij wat zegt. Doe ik toch, onderzoek. Stouw. Blauwe levensader die navelstreng heet, golven water bloed, inknippen, uitscheuren, de hele intern zooi. En daar ben je dan, zoals de lieve God het wil. Nou, dan word ik geboren. Stel, je wordt geboren, de hele mikmak en zo, dwarsligging, stoutligging, verstrikt in de staalblauwe levensader, die navelstreng heet, golven water en bloed. Inknippen, uitscheuren, de hele teringzooi. Nee, het is niet moeilijk, maar ik vind het wel leuk om te spelen. Maar ik moet duidelijk praten, niet de rug naar de mensen, anders vinden mijn mensen het niet leuk. Thank you.
zijn een hoop oude collega's weggegaan. Net zoals Vrijja is weggegaan, Koos is weggegaan, Lutsi. En ik dan, ook een ik dan hebben we gedaan. Toen was ik James Bond. Toen moest ik de boef arresteren. Goed, volk! 0611. Auw! En de eerste boef was Tom van Zanten, die al heel lang helaas is overleden. En toen had ik het nog even afgemaakt, nog voor Ton met pensioen ging, maakte ik het nog even af. Ik was Julia. Met Romeo. Toen kon Willem, Alexander en Maxima weer eens kijken. Hè. En toen had ik een microfoontje. En toen moest ik er gaan spelen. Er komt straks koninklijk bezoek perfect uitzien. Een koninklijke bezoek? Daar heb ik altijd al eens willen voor willen optreden. Nu ga jij je niks in dat rare hoofd halen, jongetje. Over een half uurtje wemelt het hier van de zieke mensen. En voor die tijd moeten wij wegwezen. En als het ons niet lukt om het hier schoon te krijgen, dan raken we weer een baantje kwijt door dat gedroom en dat getreuzel van jou. Maar deze keer houd ik jou goed in de gaten, jongetje. En ga jij precies doen wat je moeder zegt. Mooi zo. Alsjeblieft. Hier. Ja, maar mama, toneel spelen. Dat niks me... ja, maar. Afstoffen. Oh. Shit. Oh, nee. Ze zit er al! Ik heb ook nog een Delzaas Orpheus.
was wel leuk. Toen was ik een ijsbeer. Ja, ja, we konden zelf uitzoeken. We moesten zelfs boeken meenemen. Heb ik de mythologie meegenomen. Toen ging ik Orpheus dansen. Plaatjes kijken hoe de ijsbeer loopt en speelt. Oude leugens voor jou. Ik wil je niet meer zien. Je pakt nu je spullen en je vertrekt. Maar koning, dat ben je niet. Het is hier donker. En waar moet ik heen? Daar heb ik niets mee te maken. Je vertrekt. En wel meteen. Thank you.
Vooruit! Hop! Ik zou je de hele dag moest ik aan hun mooie ogen denken en hoe fijn ik het zou vinden om er lang in te mogen kijken. U moet me niet zo plagen met die mooie praatjes. Ik plaag u niet en het zijn geen mooie praatjes. Ik spreek alleen maar de waarheid. U maakt me aan het blozen. Ah, dan wordt u nog mooier door. Eén moment. Weet je nog van die wijn? Oh ja, natuurlijk. Wilt u iets voor me doen? U weet dat de koning ons weg heeft gestuurd. Ik heb wijn voor hem meegenomen. En als hij die opdrinkt, dan wordt zijn humeur vast beter. Als jij hem die wijn brengt, dan hoeven wij misschien niet weg. Nou, ik weet het niet hoor. Ah, doe nou! Dan kan ik altijd bij jou blijven. Straks zullen we elkaar nooit meer zien. En mijn hart zal breken. Hier, neem zelf ook een wijntje. Oké, ik doe het. Want ik wil je niet kwijt. Wat moet je? Ik kom wijn brengen. Zodat ze zich beter gaat voelen. Ik heb geen dorst! Maar het is lekkere wijn. Hij ruikt goed. En proef lekker. Ik lust ook wat. Misschien voel ik dan wel beter. Ik heb verkeering met Johan. En mij verkeeren is die vriend. De soepjes, man. Ja, is er ook al. Juist. Rumse uien. Heb ik niet.
zonen, zonen! Ik ben van Hopa. En ik blijf me offeren. Toen daarna hadden we het stuk van Persers, van het stuk van Gijs. Ja, want ik ben daarvan de scenario schrijver. Zo vonden wij dus lelijk, gehandicapt, idioot en vooroverwaardig. Nu daar, kijk naar jezelf! En ook nog dom en vooroverwaardig. Dat kan er maar niet. Zet je de nachtgek te boven. Kijk naar jezelf, man! Jij, vader! Jij hebt het gedaan! Jij gooit je zoon van boven weg als afval! En geef mijn moeder niet de schuld! Toen ik Pershuis heb gespeeld, was ik in het begin wel een beetje zenuwachtig, maar als ik eenmaal op de planken stond, niet meer. Nou, ik heb mijn moeder gered. In ieder geval, de koning is verliefd op haar en zij wil niet. En die wil ook met haar trouwen en ja. En dan wordt het steeds lastig gevallen door die koning. Dus dan moest ik haar beschermen. Ben ik ook nog bezig met een stuk te maken, ook voor hele kleine, een heel klein circusprogramma, ook voor grote mensen die ook kleinkinderen of ook kinderen hebben die ook heel klein zijn geboren. Dat is, ik ga voor James Bond spelen. Ik ga weer aan de volgende theaterproject bezighouden met Xander Peppelbos van S.J.O. Rijkert. Mijn toekomst is de musical van Doyle Roosje. Daar ben ik al mee bezig. En dan mag allemaal mag meedoen. Ja, dan moet ik eerst zwart pak aan en zo. En een hoed op. En een pistool. En dat er veel van mij verkocht wordt, zoals dvd's of kleine cd's, mini-cd's met mijn muziek erop. En dat mijn stuk van het circus, van Circus Hans, wat zo gaat heten, ook een groot, ook een heel groot succes wordt. Hi, Mr. Bond. Als de mensen klapten en applaudisseerden en zo, had ik echt een adrenaline kick en dan zat ik gewoon in de auto zo van joehoe en ik kon niet slapen en zo, dus dat vond ik nou leuk dat ik de mensen een goed gevoel gaf ook.